Tot nu toe ben ik een beetje aan het dwalen in de Creator S&P. Het wordt tijd om ergens te gaan wonen. Maar hoe denk jij dat mijn huis er ongeveer uit gaat zien? De span zit hier. Ah, dat is natuurlijk de C van Creator S&P natuurlijk. Misschien is het geinig om bijvoorbeeld... Kijk, we kunnen hier gaan zitten, maar dan ben ik weer bang dat ze zeggen... het is een beetje te dicht bij de span. Wat we ook kunnen doen is bijvoorbeeld hier gaan zitten... En dan een pad maken naar dit dorpje toe. En dan dat pad weer leiden naar bijvoorbeeld de span. Kijk, uiteindelijk is de kans heel erg aanwezig dat we ergens anders gaan wonen samen met een clan. Maar ja, ik neem aan dat het wel leuk is om gewoon eerst even een huisje te maken. Dus ja, dan denk ik dat we dat gaan doen. Dat we gewoon hier even een vissershuisje maken. Met een steigertje en een farmpie en dat ik mijn stuff even kwijt kan. Maar we gaan even kijken of dat het dus nog niet bewoond is. Dat is ook wel een belangrijk ding. Dus even checken. Oké, we hebben eindelijk wat koektsalmon ook. Dat is een stukje beter. We blijven gewoon dit eiland aflopen naar dat dorpje toe. Is dit van kippensoepje? Dan zal ik eens even wat TNT gaan maken. Ja, ik zie hier niks. Maar we willen eigenlijk... ik wil eigenlijk hier dan even wat gaan bouwen. Kijk, ik heb nog... Vrij logisch, maar ik heb nog niks van een clan of zo. Dus ik wil eigenlijk gewoon even een vissershutje gaan bouwen. En dat ik in ieder geval een plekje heb om mijn stuff weg te leggen. Dat heb ik momenteel niet. Als ik nou nog één ding kan droppen, dan zou ik even wat hout mee kunnen nemen. Ik kan bijvoorbeeld wat hout hakken en mijn vissen opvreten. Oké, we pakken wat hout mee. Dan kunnen we in ieder geval daar al wat kistjes en zo gaan bouwen. Dat scheelt al een hoop. Ik weet niet of hier überhaupt een bed is. Waarom is hier geen bed? Maar ik ben benieuwd of dat er ook net zulke grote landen komen als eerst. Daar zat volgens mij best wel wat tijd in. Ja, ik heb zo'n hele Zwitserland heb ik nooit meegemaakt. Maar ik denk dat dat veel tijd heeft gekost. Dan lopen we nu even hierheen. We hebben hout om te bouwen. En een kistje. Dat is wel beter. Wat vinden jullie van deze spot? Het kan best een lekkere spot zijn om een steigertje te maken, toch? Met een vissershuisje erop. We hebben ondertussen een kistje. En we kunnen gaan bouwen. Oké, dan hebben we twee overtjes met gold en iron. Dan gaan we deze steiger even verder bouwen. En misschien zie ik dan in de Discord al een mooi vissershuisje. Uiteindelijk moeten er dus hier nog van die palen aan. Maar ik ga een vissershuisje maken. Althans iets wat daar een beetje op lijkt. Maar ik denk dat ik ook stammen nodig heb, zo te zien. Eigenlijk, even wat saplings en zo ook zien te fixen. Dat ik hier ook bomen in de buurt heb. Want dat heb ik nu niet. Terwijl ik het doe... Zet ik eerst even een melon weg, zodat ik altijd eten heb. En de beetroots. Kan ik alvast wat farmen. Oké, dit kunnen we dus ook eigenlijk al meteen groter maken. Dan hebben we altijd beetroot food. Dan gaan we heel even wat bomenstammetjes en saplings fixen. Want ja, een volledig houten huisje in hetzelfde kleurtje is natuurlijk helemaal niks. En misschien dat we ook wat extra cobblestone gaan gebruiken om in het bouwwerk te verwerken. Ik heb wel van die witte saplings, daar heb ik niks aan. Zal ik even deze boom gewoon wegzetten? Dat is echt heel lelijk zo. Zat hij daar aan? Nou zit hij hier aan. Zo, is een nieuwe boom. Wat? Keetje. De bomendokter. We gaan wat extra saplings hier wegzetten. Zodat ik niet de hele tijd ver hoef te lopen voor bomen. En we hebben natuurlijk bone meal, dus in principe kan ik dit ook meteen laten groeien zodra ik hout nodig heb. En ik zal ook wel even wat witte boompjes wegknallen. Jij gaat neer, want zodra het donker is, dan ga je me ineens wel aanvallen. Ik moet eigenlijk wat kot vangen en even in die ovens mikken. Hier, daar is kot. Come on. Hey, we willen niks van dit joch hebben, toch? Want dan ga ik hem neerhalen en dan hou ik die lama's. Het is zonder tufs. Stop met je maten tuffen. Kan ik niet één loshalen? Ga jij maar hier? Come on. Uit elkaar, jullie. Hey, stop. Foei. Hey. Hey. Oké, ik heb het mezelf wel moeilijker gemaakt, heb ik het idee. Au. Stop nou. Wat is er voor auto aim, joh? Nog extra food. En bomen, hanke, want we gaan een mooi huis maken. Daar zijn we altijd goed in, een mooie huis bouwen. Zo'n vissershuisje met daarnaast een vissenhuisje. Wow, hij raakt gewoon zo'n vis. Wacht even. Looting zwaard. Ik heb een looting 3 zwaard. Wil je alsjeblieft met me mee? Oh, heb ik hem?
Nee, ik heb niks. Ik heb geen leven. Oké, we moeten dus deze pier moeten we weghalen. Zo. Zal ik even wat toortjes anders wegzetten? Ik heb geen spruce, helaas. Dus ik kan alleen in twee verschillende soorten hout werken. Wat op zich wel jammer is. En we moeten gewoon met heel veel logs werken. Ik moet meer boomstammen hebben. Want die boomstam wil ik natuurlijk gebruiken om de steiger, een echte steiger te maken. Uiteindelijk moet wel daar iets meer van een platform waar het huisje op kan komen. Dus we moeten daar in het midden nog een beetje uitbreiden. Ik heb boomstammen nodig. Hier baal ik van. Daar heb ik geen zin in. Godsamme! Ja, wat is dit nou toch? Oké, ik snap het al. Ik doe het al. De steiger heeft voetjes. Dan gaan we hier al even het platform wat uitbreiden, zodat er een huisje op kan komen te staan. Allereerst moeten we dus dat platform wat gaan uitbreiden. Dan moet ik meer slabs hebben. En dan doen we er hier ook nog twee. Twee. En dan aan de andere kant ook. Ja, en dan doen we er hier. Doen we er 1, 2, 3, 4, 5. 5 ertussen. Ja. Zo. Dit is in principe hetgene wat dan omhoog moet. Laten we eerst dan deze toren maken. En dan kunnen we daarna dit er aanplakken en daar de shizzles omheen. Dus hier moeten we gewoon heel even omhoog werken. Ja, maak er 12 van of zo. We hebben niet genoeg hout. Dus moeten we heel even wat hout hakken. Want die meestal... Hey, hoezo is dit kapot? Oké, dus deze palen wordt zeg maar het hoge stukje van de woning. En dan komt er een klein aanbouwtje naast. Ik heb alleen niet genoeg deze ook locked. Dus die moet ik even bij gaan hakken. En dan wordt dit nog een stukje steiger dat nog doorloopt. Misschien dat we dan daarna in het water gaan bouwen. Maar eerst deze toren verder afmaken. Ja, je zou deels zeggen dat die in het midden van het pad moet. Ja, willen jullie dat? Willen jullie dat die per se in het midden van het pad komt, de toren? Toen hier. Ja, mocht je gewoon met wat mensen Minecraft willen spelen. Dat kan wel gewoon. We hebben gewoon een eigen servertje nog. Die kun je joinen. Ik moet eigenlijk even straks eens laten staan voor de hoogte. Oké, de boomstronken zijn verplaatst naar het midden van de steiger. Zodat jullie OCD niet fucked gaat. Dan gaan wij hem eens even invullen, dit ding. Dat moet ook gebeuren. Dat moet er netjes uitzien. 2, 3. Ja. Dan doen we daar, wordt het... daar is slab. Dus het wordt zo, denk ik. Zo. Zo. Aan de raamkant wordt het anders. Dus daar wordt het... Zo. En dan een slabje eronder. Zo. En dan daar een raampie. Nu ik dit zo zie, is dit wel raar. Om een raam daar al te plaatsen. Ik kan ook twee ramen zo doen. Dat is misschien logischer voor de benedenverdieping. Zo, anders alvast zand in de dingen gooien. Maak heel even een diamond schep. Dan pakken we even wat zand. Zie jij hier zand? Want we moeten glas hebben. Is wel belangrijk. En uiteindelijk ook als we bijvoorbeeld iets van een glazen koepel willen maken. En wie weet komt mijn clan wel gewoon bij mij wonen. Dat zou ook nog kunnen. Je weet het niet. Je weet het niet. Ik ben van altijd de mooie huizen maken. Dat weten jullie. Bij mij, zelfs als ik het zou willen, lukt het niet om een lelijk huis te maken. Wow. Jeetje. Dit moet aan alle kanten hetzelfde zijn. Dus misschien is het wel handig als ik hier iets van een vloertje weg ga leggen. Dan kan ik tenminste gewoon makkelijker bouwen. Er moet toch een vloer in. Ah, we hebben geen boomstammen meer. Gelukkig is daar wel meer. We hebben echt wel meer boomstammen nodig dan ik dacht. Dan ik hoopte. Maar goed. En die er nog onder. Ondertussen gaat er een zombie tot watermans. Kom maar met die schelp. Hey, we hebben hem echt. Oh, ik kan hem niet tillen. Hoppa. Meer glas. Ja, we moeten boomstam hebben. Dus we gaan weer even boomstampjes bomen hakken. Hè? Dat moet ook gebeuren. Begint er al wel aardig mooi uitzien, toch? Dat wordt dan zometeen aanbouwtje. Kunnen we eventueel langer maken? Hè? We kunnen dit langer maken dan een grotere aanbouw. Want dit is natuurlijk heel smal. Daar kunnen we niet heel veel mee. Dan kijken we zometeen. Eerst even meer hout. Ik denk dat ik wel ver kom met mijn huidige hout. Laat ik gewoon weer wat zeppelins plaatsen. Kijken waar het schip strandt. Oké, dan kan ik die boomstammen hier weer gaan plaatsen. Hey, hatsakeetje. Zo, slapje ertussen. Slap. Oké, dan is deze verdieping af. Dan komt hier gewoon weer zo'n laag op.
Gaan we alleen even kijken hoe we dan dat dakje gaan doen. Wow! Dat was de bedoeling hoor, dat was de bedoeling. Ik twijfel een beetje voor nog een laag, maar ik denk dat dat dan wel een hele hoge toren wordt. Ik denk dat we hem zo laten. Of het dakje moet daar komen. Misschien moet hij wel eentje hoger. Dat dan het dakje van die dan daartussen komt. En dan maken we dat gewoon een stuk langer. We maken hem één hoger. Plop, plop, plop. Plop, plop. Oké. Okay. Deze allemaal. Oké, okay, laten we dat eens even hier allemaal doen. Dan kijken we even welke laag het mooiste is. Hop, hop. Die X gaat bijna kapot. Vinden jullie die daarboven mooier? Dan de middelste? Ik kan er dan wel doorheen kijken. Of we moeten hem zo houden. Ik denk dat we wel voor die bovenste gaan dan. Even kijken. Ik vind hem wel netjes zo eigenlijk. Ik denk alleen dat we deze kant dan wat verder gaan uitbreiden. Zodat ik dan het dak van die zo hier kan laten overlopen. Of ik moet hem daar al doen en dan over dit stuk laten overlopen. Dat kan ook. Dat kan ook. Ben jij benieuwd hoe mijn huisje eruit gaat zien als die helemaal af is? Dan moet je heel even wachten tot de volgende video. Wil je dat nou niet missen? Vergeet dan niet te abonneren en even op dat belletje te klikken. En mocht je dit een leuke video gevonden hebben, dan heel even te liken. Hey, en ik zie je in de livestreams.